Yes, the American sweater, the college sweater. Ja. Hi. Leuk dat je kijkt naar Tiger Fashion Battle. Ja, we zijn weer aangekomen bij een nieuwe maand. Ja, en dat betekent dat we even de winnaressen gaan aankondigen van afgelopen maand. En die hebben allemaal het Maybelline Big Shop pakket gewonnen. Hier komen ze. Woehoe. Heel erg blij mee zijn. En laten we maar gelijk even de prijs van aankomende maand aankondigen. Want dat is namelijk de Superstay pakket van Maybelline. Nou, helemaal geweldig. Dus vergeet natuurlijk niet te commenten, want dan maak jij misschien wel kans deze maand. En voor de mensen die nog niet helemaal weten wat Tiger Fashion Battle nou precies inhoudt. Nou, Elise en ik strijden iedere week tegen elkaar voor de beste look. En dat creëren wij iedere week ook met een nieuw item wat dan centraal staat. En het item van deze week is... Woo! Yes, de American sweater, de college sweater. Ja. Nou, iedereen heeft dit denk ik wel in zijn kast, want het is gewoon lekker een oversized sweater. Kan natuurlijk ook met capuchon, nou, elke manier. Ja, en dan vind ik toch altijd wel grijs, het blijft het leukst. Ja, vind ik ook. Op de een of andere manier lichtgrijs. Ja, een grijze trui is gewoon zo fijn. En hier staat heel erg oversized. Dus ja. Zeg maar niet zo'n strak sweatertje, maar echt de oversize. Hij kan van je vader zijn of van je vriendje. Ja. And we got it in America. Love it. Vintage. Okay, well, who is gonna start? Ik ga wel. Okay. Ik heb er echt een hele sporty Amerikaanse look bij gemaakt. Ik dacht natuurlijk absoluut het New York Yankees petje moet erbij. Want dat vind ik altijd heel leuk staan. Als je zeg maar zo'n hele grote sweater hebt en dan met dat petje. Ik vind dat gewoon heel tof staan. Toen dacht ik doe gewoon een jeans erbij. Een mom jeans. Maar niet zomaar een jeans. Maar een hele vette die ook best wel sexy is. Want je ziet best wel huid aan de zijkant. En dan heb je allemaal linten over je hele been. En ja, dat vond ik gewoon geweldig staan. Die zwarte linten dan weer met het New York Yankees petje. Klopt voor mij dit helemaal. En wat moet er bij een grote sweater en een pet? Natuurlijk sneakers. En toen dacht ik, ja, gewoon lekker American Vans. Die horen erbij. Zwart met wit. Want het komt dan ook weer terug met het petje en met de linten natuurlijk. En dacht ik, ik moet even een kleur toevoegen. Dus ik heb gewoon een superleuk bordeaux rode tasje erbij gedaan. Met een soort gouden vliegen erop. Vond ik wel een leuk detail. Dus ja, dat is mijn look. Ik dacht van een grote grijze trui, dat is natuurlijk, nou ja, over het algemeen vrij saai. Ik maak er een geweldige funky look van. Dus ik heb het gecombineerd met een shortje, om het toch een beetje sportief te houden. En dan heb ik er echt een waanzinnig knallend geel tasje bij gedaan. Om het contrast extra groot te maken. En dan, nou ja, ik ben echt verliefd op deze schoenen. Dat is gewoon niet normaal. En nou ja, deze schoenen zijn zo funky met sterren en hoe leuk is dit? Dit verwacht je misschien ook helemaal niet bij zo'n grote grijze trui hakken. Maar ik vond dit echt zo'n leuke combinatie. Ik ben er echt helemaal fan van. Nou jongens, dat was wel echt zo tegelijk. Ja, dit waren onze looks. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal voor mijn look kiezen. Want die was natuurlijk wel waanzinnig met die broek met linten. Ja. Ik weet het niet hoor, want mijn schoenen zijn ook wel echt fucking winners. Ja, dat is maar ja, hè? Dus dat ligt aan jullie. Vergeet niet te stemmen in de poll. En vergeet natuurlijk niet te commenten. Want dan maak je kans op dat Superstay pakket van Maybelline. Bij deze gaan we gelijk afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je vooral niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal. En dan zien we je heel snel weer. Mwah.